Kérdezték F közt netbeteg szer, de Ron nem bér, abszkirmon se. Bér, bulú, bulú, de bér, vatta vak, bőlébe csödészök kér. Nej, behang! Wat zocht de reis verschrikkelijk uit? Misschien zoek daar eens wat ondwaam hadden. Het is vanzelf een man hierin dat ik alles helemaal haal. Dit is slimmer. Het behang bedoel ik. Het lid los is zoek ze wat. Bibulu zit in de kamer naar de moorden te zien. Miauw, als ik daar weer zoek de cels maar net om beginnen. Miauw. Vindt Jannie, dit er verstoor van lieken te haven. Peer Bulu weet het net. Hij gaat eerst maar een slag om. Even denken, ja. Wat moet ik daarom doen? Ik zou misschien Wieke wel vregen kunnen. Die is ook zo handig met verwe. Wieke zucht het wel zitten. En dan begin ik maar kiel of zo. En dan maar wat mooie rede stippen. En dan ook... Praat ze oneïntrigerd waar. Als het maar net te droog wordt vanzelf, hè? Wol Bibulu nog zeze. Maar Wieke kiert lone gong. En hij maakt boeten, wacht ze. Ja, hier is nou net een oorvreegje, kind. Ik is een best vanke, ja. Maar ja, miauw. Zeurt Jannie. Nou, maar Wiek is hier lief altijd, ja. En als schilderijen ben ik, heel kleurig. Dat bedoel ik, kleurig. Maar goed, als je er zo van hoort, waar zal ik mij dan mee bemoeien? Ik ben echt maar een kat voor zelfs. Zo, jongens, het is kreeg. Het is heel mooi. Als is ik het zelfs gewoon maar expressief. Zuster hield dan vaai van wezen, Bibulu. Kom er gauw in, zuster Tjen. Bedoel ik. Het zal mij benijden vanzelf. Benijdt het dij, Exa? Nou, dan maar even Tjen. Vist het net geweest. Wat mooi, hè? Roept Jannie uit. Ja, prachtig. Heel kleurig, hè? Miauw. En Bibulu? Oh. Die is sprakeloos, Luuk. Oh. Lekker sliepen.